Krap je altijd netjes? Nee hoor, krap. Zoals je ziet, ik heb hem niet gekrapt tot nu toe. Het is wel vervelend, het is wel koud hè? Nou, ik probeer het altijd vrij netjes te doen, maar zoals je ziet ben ik vandaag wat ruwer bezig, omdat ik eigenlijk een beetje laat voor werk ben. Nou ja, net als heel veel Nederlanders sta ook ik dan als het vriest elke ochtend met een cd-hoesje of een bankpasje een beetje aan te prutsen. Maar het schijnt dat krabben ook veel makkelijker kan. En aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan onze krab-expert, Erik-Jan de Jong van de ANWB? Ja, er zijn wel 100 verschillende krabbers te koop. Ja, dit is eentje met een lampje erin. Dan kun je zien wat je doet. Deze heeft twee kanten. Nog een dunne voor het echte harde ijs. En deze meer voor de sneeuw. Dat is een klein dingetje. Leg je zo in het dashboardkastje, is handig. En deze doet het gewoon goed. Genoeg keuze dus. Maar wat doe je als je het gewoonweg niet redt met je krabber? Dan kun je altijd nog kiezen voor de spray. Maar het ontdoort wel meteen, hè? Echt het harde ijs, dat kun je mooi dun maken. Dat ijs waar je met de krabber moeilijk doorheen komt. En mocht het de komende weken zo hard gaan vriezen dat zelfs de spray niet meer helpt, dan moet je toch aan de ijsdeken. Ja, je moet het even installeren en weer weghalen. En dat moet in de auto mee, dat wordt nat. Maar je hoeft in ieder geval niet hieruit te krabben. Als u dan morgen wegrijdt, gaat u wel netjes krabben dan? Ja, voor het rijden ga ik wel goede schone ruit hebben, ja. En wat gebruikt u daar dan voor? Gewoon even opwarmen. En eruit sproeien. Niks krabben, opwarmen en gaan. Zo, bijna schoon.